gingen wat advertenties plaatsen in wat kleinere bladen. En zo gingen we het dus presenteren aan onze winkeliers. En wonder boven wonder, voor het eerst vonden de winkeliers het wel leuk. En het eerste seizoen verkochten we een paar honderd paar, maar we waren er heel erg blij mee. Dus we hadden een klein gaatje gevonden om dus naast dat klassieke merk van Bommel iets moderners te gaan brengen. En toen zijn we daar de jaren daarna aan gaan werken. Van seizoen op seizoen verkochten we steeds wat meer en Van Bommel bleef ook gewoon prima gaan. En in 2001 hadden we voor het eerst iets moois. We konden de Formule 1, het Benetton Formule 1 team, niet sponsoren. Als je iets sponsort, dan moet je heel veel geld betalen. We waren leverancier, een supplier staat erboven. Dus dat betekent dat je alleen maar spullen hoeft te geven. En wij hebben dus schoenen gegeven aan het team. Ik durf te zeggen dat het echt een van de allerbeste deals ooit in de Formule 1 wereld was. Er kwam weer een mooie verhaal. We hebben op een gegeven moment een diner gehad in Parijs met de presentatie van een wagen. En toen werden we ergens achter een plantenbak geparkeerd. Er zat Flavio Briatore zat er en de sponsors van Korean Air en Mile 7. En wij zaten daar aan tafel en dan bij de grote jongens zat Fisichella was geloof ik de coureur. En wij zaten echt letterlijk achter een plantenbak met de producent van het nippeltje van de veiligheidsgordel. En we zaten dan met de zesde testrijder, die mocht bij ons aan tafel zitten. En het mooie is al wel dat hij achteraf is hij geloof ik drie keer wereldkampioen geworden ofzo. Alonso, die Spanjaard. Dus daar heb ik de hele avond schnitzels mee zitten eten. Dus dat soort dingen, dat is het mooie van. Nee, natuurlijk dat soort dingen maak ik mee. Maar het was puur toeval. Niemand bij ons in de familie houdt van autosport, laat staan Formule 1. Maar we konden die goede deal maken. Dus hadden we gedaan. En je hebt dan de GPD, dat is zo'n persdienst. Die schrijven één artikel, wordt overgenomen door alle regionale bladen. En die hadden als kop, het is op de paus een satanische rockband opgericht. Van Bommel gaat in de Formule 1. En dat was ook precies wat we over wilden brengen. Want er was iets gaande bij Van Bommel. En nou ja, dat was dus dit, was een mooi project. En we hadden die schoenen eraan gekoppeld, die noemden we de Formule 1 schoen. En die was commercieel ook heel succesvol. Dat was in één klap de beste schoen die we ooit gehad hadden. Dus in één model, hoeveel die we verkochten. Dus het was qua PR was het heel erg goed en qua commercie was het goed. Maar het belangrijkste was misschien wel die PR, gewoon om aan te geven dat er iets aan de hand was bij Van Bommel.